Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Zoals we kunnen zien op de satellietfoto trekt er vooral hoge bewolking over het land. De wat dikkere bewolking ten noorden van ons land, daar krijgen we niet mee te maken. Het is dus vrij zonnig vandaag, blijft ook droog. Zo halverwege de ochtend is het een graad of 7. En vanmiddag wordt het uiteindelijk 12 tot plaatselijke 15 graden. Er waait wel een vrij stevige zuidwestenwind. Die is matig tot vrij krachtig. In het warrengebied misschien nog even krachtig. Windkracht 3 tot 6. Vanavond komt er in het noorden meer bewolking en later dat misschien daar een enkele spat regen valt. In het zuiden houden we nog wel wat opklaringen, zo overwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 12. Dan morgen, dan beginnen we de dag met wat nevel of mist. Misschien dat in het zuidwesten die mist lang kan blijven hangen, maar uiteindelijk wordt het vrij zonnig overal. En het wordt 12 tot 16 graden en er staat niet al te veel wind. Na de maandag gaat de temperatuur flink omhoog. Uiteindelijk wordt het 17 tot 23 graden op de woensdag. Daarbij schijnt het ook de zon flink, zowel op de dinsdag als de woensdag. Na woensdag dan wordt het geleidelijk aan weer koeler en neemt ook de bewolking toe. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.